Kijk, en hier staat een jager. Het is een jager van een groot kapje. En dit is het huis van oma. Ja, nu hebben we beter licht. Waar is oma? Dat is oma niet. Dat is de boze wolf. Ja, met de rode hoofd. Hij heeft oma opgegeten, denk ik. Ja. En kijk, zijn buik gaat op en neer. Ja, de buik is helemaal vol. Helemaal vol gegeten. Oh, ja, hier. Oma ook koekjes brengen de rode in het bos. Dan kan je de baby zien. Daarboven zit de baby. Zie je dat bij de ooievaar in het nest? Wil je de baby zien? Ga maar zitten, het is een schommel. Dan gaat hij omhoog schommelen. Maar een klein beetje, niet zo hoog. Ja, ga papa op het groene knopje drukken. Achter je, achter zit een groene knop. Hey, waar gaat het omhoog? Kan je de vogel goed zien? Kan je luisteren naar het verhaaltje? Dat is leuk! Ja, hallo, Jama, ben je zo hoog? Hallo! Zie je de baby? Kan je de baby zien? In het olifantnest. Hoe kom je daar omhoog? Dat is helemaal omhoog. Was het een beetje spannend? Een klein beetje. Of was heel erg leuk? Goed gedaan! High five, Maya! Jeremiah, high five! Nog een keer? Ja, straks nog een keer. Goed? Mensen lopen rond. Is iedereen nat aan het plassen? Oh, maar goed, kijk, alles is nat. Oh, nee! Waar zijn jouw kleding? Waar zijn jouw kleren, mannetje pis? Mag die buik te plassen? Mag die nog een keer? Een klein duimpje. Leuk, hè? Er staat ook een muisje op, zie je dat? Ja. Daar is de muis, zie je dat? Hij zit op de kop. Normaal, ja, nu wel. Ja. Oh, dat weet wel. Ja. Tja, Maya. Hallo, tjoeke tjoeke. Goed sturen, hè? Oh, ja. Er zit nog wel iets meer actie in, man. Ja. Hij gaat hem best wel hard. Ja. Oh. Ja, hij is leuk. Spel, maar niet voor je dan. Doe toch niet zo groot en ga met ons mee. Alleen smalle
heeft kastjes met drie knopjes erop. Jullie kunnen 1, 2 of 3 punten geven. Maar niet allemaal meteen het allerhoogste geven, want er komt nog veel meer. Nu drukken. Perfect. Allemaal gedrukt. Prachtig. 2 punten geeft Jeremiah. Dat kan op het scorebord. 2 punten. Dan moeten we nu 3 punten bij elkaar optellen. Daarvoor hebben we hier mijn zoon. Kleine Billy. Hartstikke goed in rekening. Tel het maar eens bij elkaar op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten. En tadaa! De punten zijn opgeteld. Dankjewel, Billy. Tijd voor onze tweede kandidaat. En dat is iets heel bijzonders. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Playback Show. Een deelnemer die geen kikker is. Dames en heren, hier is Benny Bever. Ja, hallo, hallo, kikkerbil jongens en meisjes. Maar ik ben wel een bever hoor. Ja, zeker wel. Hoe bedoel je? Dat zei ik toch? Nee, je zei Benny Bever. Snap je? Benny, ik ben wel een bever. Ik maak maar een grapje hoor. Ja, ja. Nou, laat dat grapjes maken maar naar mij over, Benny. Het liedje wat je gaat zingen heet Is vrijgezellig aan het water. Ja, we gaan aan het water. Is prettig troeven aan de kant. Er is van alles te beleven. Drukken. Knopje drukken, papa.
muziek maken. Oh, dan gaan we weer naar buiten. Nee, dan zien we even niks. Even hangen in de grond. Dan gaat de trein weer naar buiten. Tjoep, 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 tjoep. Dan ga je doen. Tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep. Oh, zeg je? Deze trein is open, ja. Nu is hij open. Nu kunnen we daarin. Nu zitten we in de trein. Ja, we hebben al twee rondjes gehad. Blijven maar doorgaan. Doei! Zwaai je even nog? Dag! Thank you.
kan jij. Weer op de buik. Niet. Je gaat niet zo hard. Daarom. Hier. Wat gaat er gebeuren? Een kwebbelshow. Poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water. 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 Kikkerbek. Maken een streppel. En ik woon in dit ei. Ik ben paardenspreppel. En ik ben hartstikke blij. Ik ben paardenspreppel. En ik kom net uit bad. Ik ben paardenspreppel. Water is zo heerlijk nat. Poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water, poedelen, 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 lekker in het water. Ja, die krekel daar, die heeft het natuurlijk gedaan. Die heeft me op mijn kop geprikt. Wat heb je daarop te zeggen, krekel van een krekel? Ik heb je niet gebeten, een krekel had van heel ander eten. Zit jullie in de popmuziek? Oh, wat erg!
wel beter. Kom dan. Wiebelen. Heen en weer, heen en weer. Ja, zo wel. Goed zo. Goed zo. Kom maar wiebelen, heel hard. Zo moet dat. Nee, lukt nog niet heel goed. Nee. Vaker oefenen. Dan komt het goed, ja. Ja. Maar kan ik jullie even precies uitleggen hoe dit zit? Ga nu even lekker voor zitten, hè? Een uil! Of maar... Ja, een uil! Wat vertelt de uil allemaal? Hij leest heel veel boeken. Oh, hij leest heel veel boeken. Deze is slimme uil. Van vorige eeuw om de slimme uil is het. Ja. Wat een uil voor die. Uil komt al veel eerder vliegen. Misschien vinden jullie dat heel normaal, hè? Maar het is nog niet zo heel lang geleden dat de mens de eerste stap zette op de maan. Of was het een kipper? In de 60 en 70 van de vorige eeuw waren er allemaal verschillende stromingen in muziek en levensstijl. Het begon met rock and roll. Daarna kwam de swingende soul. En natuurlijk waren er ook de hitjes, Beatles en... Nou, nu zijn we alweer een beetje aangekomen waar we nu zijn. Hoe wordt het in de toekomst al vergaan? En slim, dat is een uil. Dat is een uil. In Pickers of Dunnen veel dag uil. Zeg dan dag uil. Iets op de achtergrond. En het is bijna net zo